Goedendag. Hallo. Wat nieuws? We zijn hier van de school hier een beetje verder. Wij zijn van het project Woordwandel Volk. Heeft u tijd? Eerst was ik wel een beetje zenuwachtig. Omdat je weet niet wat voor mensen dat zijn. Je weet niet of dat ze er zin in hebben of niet. Soms moesten we buiten staan, maar soms mochten we binnen. Mogen wij jou een verhaal komen vertellen? Er is wel één regel en je moet 3 woorden zeggen. Dan maak ik daar een verhaal mee met die 3 woorden dat je hebt gezegd. Ik moet 3 woorden zeggen. 3 woorden is met elkaar te maken heeft. Ze waren verrast. Ja, en had ik daar een verhaaltje om te verzinnen. Zou jij graag naar eentje luisteren? Jazeker. Kom maar binnen. Ik ga mijn best doen. Kom maar verder, hoor. Wat moet je zijn voor te drinken? 3 woorden. Gelijk welke woorden? Ja. Een poes. Kinderen. Bril. Wolken. Een hondje. Zonneschijn. Boom. En fietsen. En sjaal. En boterham. En huis. Ik heb een hond, dus woordje hond. Ik heb een huis. En ik heb 2 dochters. Er waren eens 2 dochters en die woonden in een huis. En ze wouden al super lang een hondje, maar ze kregen ze niet van hun mama en papa. Dan zei ze, maar mama, ik wil echt een hond. Mama, ik wil een hond. Ze bleven zeuren en zeuren. Mama, ik wil een hond. Nee, jullie mogen geen hond. Jawel. Dan moet je de hele tijd opkuisen. Dat moet je elke dag gaan wandelen. Ik kan dat hoor. Nee, jullie kregen geen hond. Waarom zou je zelfs een hond willen? Maar mama... Honden zijn leuk. Ik wil een hond. Op een dag bedachten de dochters een plannetje. Misschien moeten we de bankkaart van mama stelen. Wanneer dat mama niet thuis was, namen ze stiekem de bankkaart uit haar handtas. Ze vroegen aan papa... Papa, wat is de code van mama haar bankkaart? 5867. Oké, wij gaan even shoppen, hè. Oh, doe maar. Als ze weg waren, kwam mama thuis en ze zei... Waar zijn mijn dochters? De papa vertelde dat ze gaan winkelen waren. Dan keek mama in haar handtas en ze zag dat haar bankkaart weg was. Wie heeft er mijn bankkaart gestolen? Ach, je dochters. Ze zijn gaan shoppen met je bankkaart. Even later kwamen ze thuis met een hond. En dan zei de mama... Wat hebben jullie nu weer uitgestoken? Wij mochten geen hond van jou kopen, dus hebben we er zelf in gekocht. Oké dan, maar jullie moeten er wel zelf voor zorgen. Niet 1 week er naar omkijken en dan is het gedaan, hè. Als die hond niet meer verzorgd wordt door jullie, dan gaat die weg. De dochters waren blij en ze gingen meteen wandelen met de hond. Maar ze hadden pech, want de hond die liep weg. En de mama die was kwaad. Hoe komt het nu dat die domme hond is weggelopen? Maria en mama, de leiband is gewoon losgekomen. We konden er echt niets aan doen. De volgende dag gingen de dochters naar school en ze zagen het hondje lopen. Oh, hondje. Eindelijk hebben we jou teruggevonden, lief hondje. Ik heb je zo hard gemist. Na school gingen ze terug naar huis en ze zeiden... Mama, we hebben de hond teruggevonden. Mama, we hebben de hond teruggevonden. En dan zei mama, net wanneer dat ik een hond voor jullie heb gekocht. 2 honden. Schitterend. Heel goed, hoor. Zo. Dochter. Dat is wel iets met elkaar te maken. Ah, dat mag. Nee, dat mag. Ja. Ik vind het fijnste dat, dat je zoveel verschillende mensen ziet. Tijger, boek en vakantie. Je ziet dat de huizen zijn ook allemaal anders ingericht en zo. En dan, ja, dan is dat ook zo verschillend. Park, boomhut, avond. Gaan eten. Papahai. Avonturen. Ik heb honger. Oké, dus ik... Heb en hoe. Het is zo spannend om mensen te leren kennen. Ik herinner mij best een Italiaanse man met een hond. Een meneer heeft een verhaal verteld in het Italiaans. C'era una volta un cane abbandonato.
Questo cane si chiamava Bambino. Bambino era un cane di strada. Hij heeft dat gewoon gezegd, maar hij heeft niet verteld. En dat vond ik het leuke eraan, want je snapt er misschien niet van, maar het was echt mooi hoe dat hij het nog zei. Oh, drie woordjes die niets met elkaar te maken heeft. En een verhaal van vertellen. Voetbal, croissants en Teletubbies. Water, kabouter en bloemetjes. Vriendschap, mooi weer en liefde. Oké. Plant, vogel, tapijt. Ik heb een mevrouw nog. Ik heb een mevrouw nog. En ze zei de woorden, die drie woorden betekent iets voor haar. Ik heb een poes. Hé, poes. Want ze heeft een poes en die is niet van haar. En die poes komt altijd. Kinderen. Want ze houdt veel van kindjes. En ziek. Ziek, want die is ziek. Ik kom een beetje alleen. En ik heb ze nog gekend. En mijn mama kookt eten voor haar. En ik heb een dagje, een half uurtje, bij haar gebleven. En dat was leuk. Zonneschijn, papegaai en boterham. Er was een eiland waar dat er altijd superveel zonneschijn was. En ja. Dat was al een goed begin. En er waren piraten. En die woonden op een bootje natuurlijk. En die hadden een papegaai. Die andere mensen die op het land op het, met de zonneschijn zaten, die hadden niet zoveel eten. Daarom moesten ze superveel eten zoeken. Maar het waren lieve piraten. En ze gaven een boterham aan de mensen. En toen aten ze die boterham op. Ja. Dat waren lieve piraten, hoor. Ik heb dat nog niet veel geweten. Piraten die een boterhammetje weggeven aan de mensen op een onbewoond eiland. Echt een mooi verhaal. High five. Heb jij ook een keer zin om een verhaal te vertellen? Het is een tegenovergestelde. Ik vertel drie woorden en jij maakt dan een verhaal. En boekjes en een tapijt en een vogel. En een vogel. Oh. Er was eens een jongetje. En het jongetje moest naar school. En het was zijn boekentas aan het maken. Met al zijn gerief erin. En plots, als hij bezig was, begon alles rondom hem te leven. En dat tapijt op zijn kamer, die zei tegen het jongetje: oh, ik zou zo graag eens meegaan naar jouw school. Mag ik dat doen? En dat jongetje dacht: hoe kan ik dat tapijt meenemen naar school? En die zei tegen het tapijt: rol je maar heel dun in een klein rolletje en dan stop ik jou in mijn boekentas. En hij zag daar de kanarievogel in de kooi zitten. Oh, ik zou ook zo graag eens met jou naar jouw klas gaan. En toen dacht het jongetje: kijk, ik heb hier een klein doosje. Stop je in dat klein doosje en ik ga dat klein doosje meenemen in mijn boekentas naar de school. En zo ging hij op stap naar de school met zijn boekentas. En als de les een beetje bezig was, toen kreeg iedereen het een beetje koud. En toen dacht hij: hey, maar ik heb nog een tapijt bij mij. En dan kunnen we allemaal samen op het tapijt zitten. En hij zei: tapijt, kom maar uit mijn boekentas. En het tapijt rolde uit de boekentas en iedereen kon op het tapijt zitten. En plots, wat hoorden ze daar in die boekentas? Ja, tjiep, tjiep, tjiep. O, zei hij, ik heb nog een vogeltje bij. Mag die ook bij ons zitten? Ja, 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 zeiden alle kindjes. En zo konden ze samen, laten ze samen op het tapijt met het vogeltje. Ik vond dat spannend wie dat ik tegenkwam.
Was het nu iemand die het niet graag had of iemand die een andere taal spreekte? Of iemand die een hond had gerecht op mij sprong? We hebben heel veel pech gehad en zeker in deze straat... Ja, was gewoon niemand. Wel mensen die thuis waren, maar een andere taal. En zo, en dat was moeilijk. Diegenen die wouden meewerken, waren meestal wel aardig en vond ik het leuk om mee te werken. Ik woon daar. Hebben jullie ook niet zoveel succes? Wij ook niet. Ja, we hebben wel één iemand gehad, maar ja, dat had niet zoveel nut. Dat was een Frans. Next. Maan. Maan. Ijskraam. En... ijsbeer. Amai, dat zijn leuke woorden. Maan, ijsjeskraam en ijsbeer. Er was eens een ijsbeer en zijn grootste droom was om ooit naar de maan te kunnen vliegen. Maar hij wist niet hoe dat zou kunnen. En hij was gek op ijsjes en hij had de hele dag door ijsjes. En plots op de Noordpool, waar de ijsbeer woonde, passeerde er een ijsjeskraam. En hij zag dat ijsjeskraam en hij zag... Oh, misschien kan ik wel met die onderdelen van dat ijsjeskraam, misschien kan ik daar wel een raket mee bouwen. Wie weet. Ik zal dat keer vragen aan de meneer van het ijsjeskraam. En hij legde zijn grote droom uit aan de meneer van het ijsjeskraam. En hij zei, mijn grootste droom, mijn grootste wens is om ooit naar de maan te kunnen vliegen. Kun jij mij daarbij helpen? En dan zei hij, ja, kom, laten we ons ijsjeskraam omtoveren tot een raket. Ga je die helpen bouwen? Ik ga helpen bouwen en ik ga een stukje toveren ook. Goed? Dan bouwde zij dag en nacht het ijsjeskraam om tot een mooie raket. En 's avonds laat, voor het slapen, nam de ijsjeskraamman de ijsbeer mee in zijn raket en vlogen ze samen naar de maan. 3, 2, 1, 0. En hij heeft de mooiste avond beleefd van zijn leven. Dan zijn ze samen teruggevlogen en heeft hij nog de hele nacht verder gedroomd van zijn mooie reis naar de maan. Het was een mooi verhaal. Ja, heel mooi. Allee, voilà. Oké, ik ben blij. Dank u dat we mochten langskomen. U mag altijd welkom. U mag altijd terugkomen.